Hallo. We hebben 3 pakketjes met speelgoed binnengekregen. Oh, wauw. Ik weet 2 dingen wat er misschien in kan zitten. Ja? Maar dat ga ik niet vertellen. Oh. Ik wil eerst met deze beginnen. Waar? Oh jee. Wat? Moet ik helpen? Snij niet in je rug? Doe jij maar. Ja? Nou, gaan we uitpakken dan. Oh, het is het leven van een bloggerskind toch vreselijk. Wat is dat? Dat is leuk. Maar volgens mij... Nee, niet... Oh. Kijk hè. Je moet op de roos drukken. Oh ja. Try me. Maar ik zat te denken om die weg te geven. Au. Ja, vind je Belle en het Beest zo leuk nog? Ja. Dat vind ik voor een kindje wat iets kleiner is dan jij. Voor een kindje voor op de blog. Dit is eigenlijk een masker. Kan je het afhalen, dan is het een echte prins. Au. Oh. Zo, dat is echt al een mooi pakket, hè? Nou, volgende. Kijk maar even. Oh, nog één. Nou, die is dan voor jou. Ja. Handig. Nou, eentje om weg te geven en eentje voor jou. Heb je de Mario Monopoly gedaan? Ja? Is die niet leuk? Monopoly van, hoe heet die ook weer? Mario. Ja, van gamers. Yoshi. 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 Kijk hè. Ik hou van Yoshi. Kijk. Yoshi. Oh, leuk. Een speciale editie van Monopoly. Of Monopoly. Hoe zeg je het eigenlijk? Monopoly. Dat is deze doos. Oké, okay, nou, volgende. Wat is dit? Coin hole. Dat is, oh, een spelletje. Dit moet je dan hierin gooien? Ja, dat is een behendigheidsspelletje. Dat gaan we dus samen eens eventjes Star oefenen. Star Wars! Wow. Kijken. Is dat Leia? Prinses Leia? Ja. Wow. Oh, nog eentje. Oh, cool. Die is wel een beetje voor girl power. Dit is eigenlijk mijn favoriete. Oh ja? Ja. Oh, nou, gelukkig dat hij er dan ook bij zit. Wat zit er nog meer in? Ik bedoel, deze. Oh. Dit figuurtje. Oh, dus die, zat er dus die zat er dus niet bij. Maar daar ben ik nog steeds bij. Wat is dat? Ook een spel. Get a grip. Get a grip. Nou, dat is zo. Deze heb ik bij die... Starlee gezien, weet je nog? Bij Hasbro, ja, dat is ook allemaal van Hasbro dit. Nog een spel? Ik weet niet wat het is. Nou, laat zien. Oh, Trivial Pursuit, familie-editie. Ah. Dat is een kunnen we met papa doen. Jee. Een leuk spelletje met papa. Openmaken. Oh. De laatste doos. Nou, wat zit daar dan allemaal nog in? Oh my god. Hier is dus ook nog een reclame van. Oh my god. Ja. Dit is wat je zo graag wilde, toch? Mm-hmm. Kijk er. Je moet de batterijen niet in te doen. Ah. Nou, dan kan je lekker in bad met My Little Pony, de zeemermin. Jij. Pinky. Jij. Rainbow Dash. En Pinky. Jij. Oh. Zijn dat de vrienden? Ja. Wauw. Zullen we ze openmaken? Ja, dat dacht ik wel, ja. Want die vind je het leukste, hè? Mm-hmm. Ja. Ik kan hem openen. Oh,
Zullen we even op ons gemakje openmaken? Ja. Oké. Zie jullie later. Ja, peace. Peace. Hi. Ze kunnen staan. Oh, wauw. Het zijn wel een beetje van die coole chicks, hè? Mm-hmm. Ah ja, ah ja, ah ja. En ik heb mijn nieuwe favoriet gevonden. Wah, daar gaat ze. En dat is? Dat is degene die nu op de grond ligt. Oh. We moeten alleen nog even kijken hoe ze heet. Kijken, hoe heet ze? Oh, moeten we even kijken zo meteen. Ik ben het kwijt. Rugzak. Rugzak. Ja, die zijn wel mooi, die poppen. Kun je wel Star Wars naspelen. Ja, maar dan in meisjesstijl. Ja, echt coole poppen voor... Wacht, zal ik mooie poses doen? Nou. Oh ja. Ja, leuk. En Little Pony, hè? Ja. Ik zet de op. Kunnen ze... Ah. Het lampje gaat branden. Dat zijn ze vrienden van elkaar. Mm-hmm. Lief. Leuk. En met die zeemerminnen Pinky ga jij vanavond in bad? Ja. Dus dan even testen of ze kan zwemmen? Ja. Ho. Oh. Hallo. Leuk. Maar je hebt er ook wel een t-shirt voor aan, hè, Pinky? Ja. Nou, je bent wel swistikselent, dame. Willen jullie de troep zien? Ja, zullen we even de troep laten zien? Ja. Kijk, dit is de troep. De dozen. Ja. En dit kan je winnen. Ja, en die gaan voor onze blog. Ja, die gaan we weggeven. En dat is ook wel een hele mooie. Voor alle Belle en het Beest fans. En het doet dit. No!